Oh, we zijn begonnen, sorry. Oh, die algemene beschouwingen van afgelopen week. Kijk je hoor. Ja, kijk, als wij met het strand willen gooien, dan doen we dat gewoon in de dagroom, hè. Maar Nico. Dat is toch zo. Die politici van tegenwoordig doen het gewoon openbaar, in klaarlichte dag. Kom op. Dat Geert Wilders Job Cohen de bedrijfspoedel van Rutte noemt. En dat Geert Wilders Job Cohen de bedrijfspoedel van Edwin Rutte noemt. Dat Geert Wilders Fred Cohen. Even een seconde. Huh? Dat Geert Wilders die Job Cohen noemt dan dat hij allerlei mensen in elkaar heeft gezien. Zegt hij dat echt? Oh! Kijk, dat Geert Wilders Job Cohen, dan noemt hij hem dus de prachtige boshaar. Dat die Geert die Job dan weer de bedrijfspoedel van Rutte noemt. En dat... Dat Geert Wilders Job Cohen... Bedrijfspoedel. Dat die Wilders, die Cohen, de bedrijfspoedel van Rutte noemt, ja? En dat Rutte kaas heeft gegeten uit een doos. Sirenes. Nee, dat hoor je helemaal niet. Doorspelen, kom. Ja, maar die zien we niet. Die zien jawel, we niet. Hier komen ze aan. Een lampje erin, Jeroen Kolkman, een lampje erin. Kinky, hoor. Ja, dat is ook kinky. Ik heb echt geen idee. Even, nog één keer. Wat geluid. Een raket. Een aansteker met onoplosbare inkt. Spert hij in grote hoeveelheden? Vond dat een raar spel? Hij heeft attitude. Met de gouden koets en de belastingvrije shit. En de gouden koets. En dat had ik al gezegd. Goede draak. Precies. Oh man. Snap je? Nee. Blazen. Nee. Hierin. Hierin. Blaas. Als de nood het hoogst is. Blaren, blaren. Shashumi. Bajan hier. Dajan heet ik eigenlijk. Maar ja. Als jij denkt dat het misschien iets zou kunnen worden tussen ons. Hey, stelletje kutschaap, ga eens wat doen met je leven, joh. Hé, hey, beetje rondhangen en niks doen. Ja, door, kom op. Ga eens wat doen. Dit werkt niet. Loop niet. Ja, welkom terug bij Zuigen en Trekken. We hebben het net met Wendy en Ruud gehad. Stop! Jezus, je hoort het gewoon niet. Steven. Wat dacht je van mij? Leonor? Ik respecteer je, maar... Get the grip. Hou vol. Allemaal vrouwengeur. Lul niet! Jurt, mijn moeder zei altijd... Wissie... Jouw moeder zei dat ook altijd, mijn moeder ook. Die zei altijd Wissie. En dan kwam ik... Ja, en actie. Ja, echt later. Nu. Sla me! Sla me! Harder! Nou, dit was wel goed. Ja! Nico Dijkshoorn, ja. Nico Dijkshaas. Wie? We zijn gestopt, jongens. We hebben een Instagram. Stilte, jongens. En actie. Oh, die slappe teksten van jullie ook altijd. Hier, eet hem. Ik moet wel zeggen dat Osama eigenlijk gebaseerd was op een type wat ik al vaker had gespeeld. Dat was Wuzaza. Wie? Nou, we hebben er al twee gemist, maar ik dacht dat we gaan... Twee gemist? Ja. 250 euro, Gerben, om het gezicht van het kwaad te zijn. Jazeker. Ja, daar heb ik een paar mooie. Ja, 250 euro om de meest gehate man ter wereld te spelen. Jazeker, daar heb ik een paar hele mooie helmpjes van gekocht. Waarom zeg ik dat nou toch? Jazeker, daar heb ik een paar mooie hengeltjes voor gekocht. Lekker vissen. Jazeker, daar heb ik een paar hele mooie hengeltjes van gekocht. Lekker vissen. De Amerikanen hebben jou dus benaderd om de meest gehate en meest gezochte terrorist van de hele wereld te spelen. Dat klopt. En jarenlang. Maar dat moet ik even onderbreken. Want het was niet jarenlang. Nee, je moet wel jarenlang zeggen, want anders kan ik niet... Jarenlang? Ja, dat heb je nu gezegd. Ik gewoon los jarenlang zeggen en dan schrijf je dat wel later. Hey, kleine Donnie, doe toch even normaal.
Jij draagt toch schuld in dit hele verhaal. En jij priestertje, wat is het je waard? Dat je woont op de aard. Hé, hey, ga lekker spelen! Echt super van Rut. Ja, en ik hou echt super van spersiebonen. Ja. Ja, en ik ben super verliefd op spruitjes. We hebben het net genoemd en dan kan ik... Ja, ja en ik hou super van de spersiebonen. Waar die dat weet ik niet. Ja. Kijk dan maar, ze hebben al het kuiltje in de kin van... Ik hoef die bloedige bende niet boven mijn desk. Ik heb net met moeite een groenteshake naar binnen gewerkt, dus... Paspoort? Nikker Simon? Zal we hier? Laat ik allemaal maar lekker lopen. Sketch weer.